onze volgende gasten die gaan jullie iets meer vertellen over het event dat zij in juni gaan organiseren. Welkom Femke, welkom Joachim. Dank u. Dank u. Je ziet, ik heb hier volgende brochure al klaargezet. Hè? Dus dat gaat dus over het Midsummer Jazz Festival, mag ik niet zeggen. Dat mag wel, dat is oké. Midsummer Jazz in Ronse, dus dat jullie gaan organiseren in juni dit jaar. Ja? Yep. En Femke, want het is de allereerste keer hè, dat dit wordt georganiseerd. En jij bent eigenlijk de drijvende kracht daarachter, want het is jouw idee. Kan je ons iets meer vertellen van waar eigenlijk het idee, het concept komt om nu in juni in Ronse dus Midsummer Jazz Festival te organiseren? Ik ben de dochter van Werther van der Sarren. Mm-hmm. Mijn papa is 4 jaar geleden gestorven. Maar die had een hele grote passie en kennis over jazz. En specifiek over vinylplaten en zo in de jazz. Die ging ook hier en daar gaan draaien met zijn platen. En we hebben gezegd, toen dat hij overleden is, van kijk, ooit willen we iets doen om hem te eren. Maar om tot dat concept te komen, gaat er daar wel wat tijd over, wat gesprekken, een beetje zoeken van wat zou er een goed idee kunnen zijn. En dan, na een tijdje, zijn we Joachim tegengekomen. Joachim is de bandleider van Big Band 9600. En Joachim zocht een beetje een omkadering voor de Big Band. En dan zijn er een aantal puzzelstukken in elkaar gevallen. En zijn we tot het idee gekomen om een jazzfestival te gaan organiseren in Ronse. Waar dat we enerzijds een aantal hele toffe artiesten op de line-up hebben. En waar dat we ook een DJ-venue gaan maken. Die eigenlijk vernoemd is naar mijn papa. Waar dat we een heel aantal platen gaan spelen van hem. Waar dat zijn collectie ook gaat te zien zijn en gespeeld zal worden. Ah, oké. Okay. Maar zijn collectie ga je daar dan eigenlijk ook ter ere van jouw papa eigenlijk laten tonen. Inderdaad. Ja. Ja. En mag ik eigenlijk al weten, voor de kijkers thuis ook, wie hier al op de line-up komt te staan? Zeker. Onze ambassadeurs zijn eigenlijk Chef Neve en Isolde Lazun. Maar we hebben ook artiesten zoals Gabriel Rios, Alex Co, Cargomas. Ik mis er waarschijnlijk nog een aantal. Maar het is een hele mooie line-up in ieder geval. Ja. En van waar ook de keuze op Gabriel Rios? Was die ook... Gabriel Rios is, dat is ook een gastmuzikant natuurlijk. Mm-hmm, hè? Dus hij is singer-songwriter. Speelt ook gitaar. En ik denk dat de kruisbestuiving met jazz wel snel gemaakt is. Mm-hmm. Jazz is op zich al een verzamelnaam. Dus popmuziek komt ook rechtstreeks van de blues en van de jazz. Dus op dat opzicht... kan pop wel een plaats krijgen op een jazzfestival. Nu, Gabriel heeft zich ook altijd wel omringd met jazzmuzikanten, sessiemuzikanten, die toch het gegeven pop altijd wel een meerwaarde geven. Maar ik denk dat het vooral zijn samenwerking met Chef Neve is, die toch wel de link meteen legt. Ja. En Chef is ambassadeur van ons festival. De reden waarom dat hij ook een beetje in onze midden is gekomen, is omdat Pieter Kind, zijn manager, dat is een heel goede vriend van mij. Wij kennen elkaar al ruim 20 jaar als muzikanten. En die is komen wonen in Ronse. En toen ik bezig was met de organisatie en het vormen van de Big Band, kwam Pieter meteen in het vizier van mij ook... om het bestuur te gaan vervolledigen. En toen zij dan in contact kwamen met Femke en met Pascal, haar businesspartner, dan was het eigenlijk wel vrij snel duidelijk dat we in die richting moesten gaan kijken. En zo heeft Pieter toch eigenlijk bijna volledig de affiche vormgegeven. En dus dat was eigenlijk de perfecte katalysator om, om die samenwerking te gaan bewerkstelligen. Dus... ik moet ook eerlijk zeggen, het is toch steeds een risico om een jazzfestival te organiseren. Ja. Enerzijds positief is dat er is wel iets meer aanbod. De artiesten zijn ook wel pak goedkoper ook. Mm-hmm. Maar anderzijds is het ook moeilijker te verkopen aan een breed publiek. Dus dan denk ik dat je toch wel ergens toch een klinkende naam nodig hebt om een grote verscheidenheid aan leeftijden. Want niet iedereen is altijd vertrouwd met jazz. Tuurlijk, jazz, hoe omschrijven wij dat eigenlijk? Wat hoort er daar allemaal bij? Niet iedereen is daarvan op de hoogte. Ja. Daarmee, Gabriel Rios is inderdaad een klinkende naam. Ik wil nu eigenlijk ook nog eens naar de andere namen kijken. Dus, want het festival vindt in juni plaats, meer bepaald op...
op zaterdag 22 en zondag 23 juni. Ja. En wie staat er de zaterdag allemaal op het affiche? De zaterdag hebben we Cargo Mas, hebben we Isolde Lazoen, Gabriel Rios. Dus Isolde Lazoen is eigenlijk ook een bekende naam. Ja, inderdaad, dat is ook wel een bekende naam. En de zondag hebben we dan Jeff Neve, The Whodads en Big Band 9600, die dan ook met een special act zal optreden. Een special act. Ja. Maar die wil je nu waarschijnlijk nog niet echt kwijt. Nee. Anders zou het geen special act niet meer zijn. Het punt is, we hebben sowieso een vaste crooner. Ik vond het altijd wel fijn. Het idee van onze big band, stem mij toe om even schaamteloos reclame te maken. Ja. Maar het idee van onze big band was eigenlijk vooral om de jazz-traditie, die er toch wel altijd geheerst heeft in onze streek, en meer bepaald door onze, terug een nieuw leven in te blazen. En aan big band denk je dan waarschijnlijk ook altijd zo het oudbollige. En we wilden daar graag een frisse jasje aan geven. Dus onze visie was enerzijds om de bestaande traditie terug nieuw leven in te blazen. Ja. En anderzijds om het ook voor een breder publiek aanspreekbaar te maken. Dus dat was het idee. En we hebben de beste muzikanten uit de streek een beetje gegroepeerd. En we hebben een vaste crooner. Dus een crooner is iemand die met veel bravoure nummers zingt met een big band, met een groot orkest, genre Harry Connick Jr., Michael Bublé, Frank Sinatra. Mm-hmm. En we hebben een van de beste uit de streek. Absoluut. Namelijk Jimmy Coleman. Mm-hmm. Bekend onder Jim Cole. Ja, Jim Cole is een artiestennaam. Nu, Jimmy heb ik een aantal jaren geleden aangeworven in de Kunstacademie Vlaamse Ardennen. Mm-hmm. En we werken heel goed samen. En hij is nu de vaste crooner en hij doet het als de beste. Ja. Dus sowieso kunnen we hem aan het werk zien. Dan hebben we nog een instrumentale solist. Dat is een lokale grootheid. Ik weet niet of ik dat mag en kan vernoemen. Dat is Dieter Lemboer. Dieter Lemboer is een icoon op vlak van jazz en meer bepaald saxofoon. Die is een echte sessiemuzikant. En die is misschien naar het brede publiek minder gekend. Maar dat is echt een virtuoos. Ja. Dus we zijn heel dankbaar dat hij zijn medewerking als solist zal verlenen. En dan hebben we nog een niet nader genoemde verrassingsartiest. Maar die toch wel een heel klinkende naam is. En die zal binnenkort wel bekendgemaakt worden op persconferentie. Ja. En, maar het is wel een heel grote naam. Heel actuele naam die toch wel bij het breed publiek toch wel heel bekend is. Dus daar zijn we ook wel heel trots op dat we dat op die manier kunnen doen. Zeker. Ja. Eigenlijk allemaal troeven voor de kijkers thuis die eigenlijk nog niet zo bekend zijn met jazz, om toch wel ticketten te kunnen kopen en eens naar jullie festival te komen, Midsummer Jazz Ronde. Dat zou top zijn. Ja. Op 21 en 22 juni. 22 en 23. 22 en 23. Zaterdag en zondag. Ja, klopt. En tickets kunnen zij nu ook al kopen? Ja, dat kan via www.midsummerjazz.be. Ja. Oké, dus ik zou zeggen, kijkers thuis, zeker doen. Waag u ook eens voor het onbekende eigenlijk, want jazz is eigenlijk ook wel heel mooie muziek natuurlijk. Absoluut. Ik vind dat heel super idee om eigenlijk jazz nog eens opnieuw naar onze buitenwereld eigenlijk kenbaar te maken. Alvast bedankt voor het fijne gesprek. Is er nog iets van wat je zegt? Willen we zeker nog kwijt of zo? Dat je zegt van... Dat iedereen er moet naartoe komen natuurlijk. Voilà. Dus je hebt het gehoord, Femke en Joachim. Dus als je nog niet weet wat te doen in juni, zeker ticketjes kopen voor Midsummer Jazz Ronsen. Doen. Bedankt voor het fijne gesprek. Bedankt dat we mochten langskomen. En u kijkers thuis, ook bedankt voor het kijken en hopelijk tot de volgende keer.